u aan het doen, Nanda? Nou, we zijn de grachten aan het schoonmaken. Of in ieder geval zoveel mogelijk wat we tegenkomen. Dat doen we op een support. Het mom van goed voor jezelf, goed voor de stad. En dat doen we met de groepen fanatiekelingen of enthousiastelingen. Hoe lang doen jullie dit al? Het suppen doe ik al langer, maar dat we dit in dit verband doen is nu de tweede keer. We hebben het gedaan, en ik ga ondertussen nog even dit bekertje bij je wegpakken. We hebben het gedaan met, of eigenlijk de dag na Lichtjesavond. Lichtjesavond op het water. En gisteravond is het hier, of eigenlijk het hele weekend al, een groot feest geweest door 8 oktober Alkmaar's ontzet. En verwachten we dat er nog meer afval in de grachten ligt. En dat is zo. Sommige mensen hebben het vaker gedaan, het suppen. En ook het suppert-upper, zoals we het noemen, aan zich. En sommigen doen het voor het eerst. En het gaat helemaal lekker. Dus we zijn lekker bezig. Is Alkmaar de eerste stad waar dit gebeurt? Volgens mij zijn er wel meer van dit soort initiatieven. Maar ik hoop dat we de grootste worden. Want het is én leuk én nodig. Vorige keer hebben we in 2 uurtjes ruim 18 kilo opgehaald. En ik verwacht eigenlijk dat we dat deze keer ook wel weer gaan doen. Het zou erg zijn, maar ik verwacht het wel. Waarom doe je hier dan mee? Duurzaam bezig zijn of zo. En wat is vandaag belangrijk, de suppen of het vuil ophalen? Nou, ik vind het allebei wel leuk. We zijn een ochtendje bezig geweest in Alkmaar om de grachten schoon te maken. Ja. Een hele boot vol met afval. Te veel afval. In een hele korte tijd zoveel afval ophalen, dat is zorgwekkend. En wij vinden het leuk om op het water te zijn en het op deze manier te doen. Maar we moeten een andere manier zoeken dat er minder afval komt. En dat er minder afval op deze manier in de grachten terechtkomt. En natuurlijk zijn we blij dat we als statement heel veel hebben opgehaald. Maar het zou natuurlijk niet zo moeten zijn.